Even een bewijs waarom dat die tafel op mijn voet in de deur zit. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Morgen is de laatste dag dat ik ga werken. En overmorgen is het al zover. En voor wie vandaag de eerste vlogmis ooit en wie vandaag voor het eerst naar mijn vlogmis vlogs kijkt dit jaar, weet het misschien niet, maar ik ga op tour door Europa met de trein. Donderdag vertrek ik voor 3 weken en ik ga naar, in de eerste volgorde, Köln, Berlijn, Praag, Bratislava, Wenen, Rome, Milaan, Parijs, Granville, Jersey en Londen. Om terug aan het bloggen te slaan. Voor het eerst hier aan mijn bureau in mijn slaapkamer. Even een lampje zetten. Nu gretig aan het werk. Yes, queen! Mijn huisbaas is net geweest om mijn toilet te ontstoffen. En ik heb net dit boek gereviewd. Nu ga ik een tweede poging wagen aan de review van dit boek. Ik heb het daar straks namelijk geprobeerd. Voordat ik Storm begon te schrijven, de review over Storm begon te schrijven. Maar het lukte mij echt niet. Dus poging 2. Met de verhuizing van mijn bureau ben ik mijn fotografeerplekje kwijt. Dus ik was even hier aan het raam aan het fotograferen. En mijn boek viel net naar beneden. Dus ik heb even vlug naar beneden mogen lopen om mijn boek te gaan redden. Het was net, mijn buurvrouw was net. En volgens mij hadden we de doen en ze verschoten zijn rot omdat hun boek naar beneden viel. Net al mijn blogpost doorgestuurd om te verbeteren, want ik laat ze altijd even checken voordat ik ze online zet. En dan kan ik ze allemaal gaan inplannen. Hopelijk heb ik er genoeg, want ik heb niet echt nog tijd om er nog extra te schrijven. Vanavond moet ik namelijk verder nog een paar dingen doen voor mijn valies. Dan moet ik de rest van mijn vlogs editen en moet ik heel vlug over en twee naar de bib om boeken binnen te brengen. En woensdag moet ik mijn valies maken en dan kan ik nog de laatste dingetjes doen. En ondertussen wil ik ook een deel verhuizen dat mijn kamer leeg is, zodat mijn zus daar kan intrekken. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Nu ga ik mijn zak maken met boeken die ik moet meedoen naar de bibliotheek. Dat ik er geen van vergeet. Toffe engel trouwens dit. Ik ga werken, maar ik ga eerst naar de kantoor om boodschappen te gaan halen voor het werk.
Het is nu 5:20 en ik ben ongeveer 20 minuten geleden thuisgekomen. En ik ben echt meteen aan het editen geslaan. Ik heb ook een paar lijstjes gemaakt van wat ik morgen moet meedoen naar mijn ouders. Want na mijn ouders moet eigenlijk alles in mijn valies zitten. Ik ga naar mijn ouders omdat ik daar in mijn auto ga laten. Ik heb ook een last minute lijstje gemaakt. Een lijstje voor mijn zus die een paar dingetjes gaan moeten doen. En nu gaan we verder eten. Er lag vanmiddag ook een pakje op mij te wachten. Allee, de postbode kwam toen ik moest vertrekken naar mijn werk. Ik ga hem nu openmaken. Het is een pakje van Bo. En ik heb wel een enig idee wat hierin zou kunnen zitten. Oké, ik ben nu niet mooi open. Ach ja. Ja, ik heb wel de zijkant binnen opengemaakt, maar ik moet het aan de lange kant openen. Een pakje van Showkje, van Profbloggers. Degene die namelijk een evaluatie invulde over de webinar, maakte kans op een boek en ik had een van de boeken gewonnen. Dus alvast bedankt Showkje daarvoor. Het is het boek The One Thing van Gary Keller en Jay Papasan. Dus deze ga ik sowieso lezen als ik terugkom van mijn vakantie. Bedankt, Showkje. Deze ruimte was eerst mijn blok. En ook nu de kamer van mijn zus. En die is helemaal leeg buiten de ene kast waar mijn blokkamer nu op staat. Net mijn verzorgingsproductjes daar zitten, ik vind dat ze eigenlijk daar nog wel een verbazendwekkend goed op passen. Deze mag toe. En ik heb gemerkt gisteren na de verhuis dat de belangrijkste la in mijn kamer niet open kan. Dus deze ga ik verhuizen naar de andere kant van mijn bed, want daar heb ik nog een schuif over. Ik voel me een klein beetje ambetant, want ik ben een lensdop kwijt van mijn 50mm lens. En ik heb die echt nodig om mee op reis te gaan. Dus ik ga een keer alles moeten doorzoeken. Ik heb mijn salontafel op mijn voet laten vallen en ik kan jullie alvast verklappen dat toch geen deugd. Ik snap echt niet hoe dat mijn lensdop is. Zonder lensdop moeten. Stom. Ja, dat ging lukken nu om mijn living te stofzuigen, maar het zal er niet in zitten. Het zal voor een morgenochtend zijn. Dus ik hoop dat mijn buren tegen stofzuig kunnen om 7:30 morgens. En nu is het tijd voor mijn cadeautje. Morgen is mijn laatste cadeautje voor ik vertrek op reis. Ik ga het echt missen na december. Oeh, weer van die super goede messages. Yay. Hiervan zal ik gaan smullen. Hoe je living eruit ziet als je aan het stofzuigen bent. Ik heb die vandaag trouwens helemaal op orde gezet, deze boekenkast.
even een bewijs waarom dat die tafel op mijn voet in de deur zit. Hier is er een kleine uitstorting. Ik heb ook de indruk dat die hier een heel klein beetje dikker staat. Dat kan maar een gedacht zijn. Maar salontafels op je voet laten vallen is zeker geen aanrader. Nu ga ik nog een paar mopjes uit dit boek lezen. Dat nu 8 na 10 is en ik wil gewoon niet direct van druk in de weer naar slaaptijd. En ik heb ook mijn kruikje, ik heb ook mijn gsm. Waarom weet ik eigenlijk niet, aangezien dat ik toch niks meer kan, aangezien dat hij in die schermtijd. Ik heb mijn achtergrond trouwens veranderd vandaag. En ook zo mijn achtergrond hier. Super leuk weer. Stond nog heel herfstig en ik vond dat niet echt meer passen. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Waarin ik mijn haar ga laten doen. Spannend. Morgen moet ik 2 enorm belangrijke dingen doen. Vlogs uploaden. Artikels inplannen. En mijn planten water geven.